Hallo allemaal. Ja, ik heb een hele tijd niet gevlogd, een aantal weken niet. Dat heeft een reden. Maar allereerst, en dat kan nog, de beste wensen natuurlijk voor 2018 voor iedereen. Waarom heb ik een tijd niet gevlogd? Dat heeft te maken met het feit dat wij hier overwinteren en niet op vakantie zijn. Want er zit echt een verschil tussen. Overwinteren is een vorm van overleven in een prettig klimaat. Ja, en vakantie vieren is een paar weken hier naartoe vliegen met een tour operator. En dan word je natuurlijk ontzettend goed begeleid. Dan ga je naar een resort en dan word je op alles gewezen en geholpen ook. Nou, wij hebben hier een huis gehuurd en dat is echt wat anders. Want dan woon je gewoon in een buurt en dan moet je het zelf toch een beetje gaan uitzoeken. Nou, dat hebben we die weken ook echt wel moeten doen. We hebben natuurlijk veel steun gehad van de mensen die hier boven wonen. Dat is een gezin, die heeft een klein appartementje te huur. En dat hebben wij gehuurd. En van hun hebben wij natuurlijk ontzettend veel tips gehad. Ja, weet je wel, van ja, je moet daar je boodschappen doen. Hoe vind je je weg? Nou, we hebben een app gedownload om te kunnen navigeren over het eiland. En zo langzamerhand begin je dan van overleven echt te leven. En dat is ook natuurlijk de bedoeling. En, maar dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. En dat heeft mij, ons eigenlijk, zeker wel 5 weken gekost. Vandaar dat ik nog maar 2 vlogs had gemaakt en dat dit de 3e is. Hoe hebben jullie een huis gehuurd? Dat was wel een vraag die iemand mij mailde. En daar wil ik wel even antwoord op geven. Nou, we hebben het via het internet gehuurd. En dat hebben we gedaan via een bureau dat hier dus als het ware huizen beheert en ze ook verhuurt. En dat bureau, dat heet Holiday Rentals Curaçao. Dat bureau is aangesloten bij de SGR. En dat is het Garantiefonds Reisgelden. Dat betekent dat zo'n bureau failliet zou gaan, dan krijg je dat van dat fonds terug. Maar dat bureau moet wel lid zijn van dat garantiefonds. Nou, dat zijn ze, dus dat is erg betrouwbaar. Het fijne is ook dat als je een probleem hebt, dat je ook bij hun even een heleboel dingen kan gaan vragen. Dus het is toch wel een steuntje in de rug. En wij hebben daar hele goede ervaring mee, dus dat kan ik zeker aanbevelen. De tijd in dit appartement hier zit erop. We gaan deze week verhuizen naar een ander appartement. En ja, dat is wat groter, dat is wat anders. En jullie horen daar zeker meer van. We spreken!